Kees, de keukenkampioen-divisie zorgde voor het nodige vermaak. Wat dacht jij toen je de oud-Volendammers Veerman en Van Michem zag excelleren vandaag voor ADO tegen NAC? Toen dacht ik, die hadden beter nog in het oranje kunnen spelen. En dan denk ik er nog wel een paar in en rondom het... Het hele dorp, het dorp denk ik dat. Ja. Ik denk het hele dorp het inmiddels. Ja. Dat is natuurlijk, als ze zo'n goal maken, is dat een beetje opportunistisch. Om dat dan te roepen. Of te twitteren. Maar dat laten ze nu bij Den Haag eigenlijk al voor langere tijd zien. En er is natuurlijk ook wel wat te zeggen over Van Michem en Veerman in de Eredivisie. Dat je misschien zegt, ja, maar daar maken ze natuurlijk niet zoveel goals. Ja, dan spelen ze aan de onderkant. Dus ik totaal aan de voetbal. Dat snap ik. Maar als je kijkt naar wat voor spelers er dan nu spelen. En welke spelers, wat zijn dan de nieuwe schoenen die je hebt gehaald voordat je je oude hebt weggegooid? Ja, dat is beneden het niveau. Kon bijvoorbeeld Veerman zich schikken in een rol als pinchitter bij Volendam, denk je? Of niet? Dat kan ik me niet... Ja, dat heeft hij natuurlijk in zijn hele carrière wel een beetje moeten doen. Dus, ja. Dus het had waarschijnlijk bij Volendam had het wel wat minder, denk ik natuurlijk. Maar het ligt er ook aan hoe je met hem omgaat. Mm-hmm. En Henk, moet je... Het lijkt me een jongen die een keer of drie per dag moet zeggen dat hij echt goed kan voetballen. Ik wou net zeggen, Henk, dit moet je bovenop zitten. Want dat is... Hij is stront eigenwijs. Maar als je hem voor je wint, dat zie je nu ook bij ADO. En als je hem belangrijk kan maken, ja, dan kan hij gewoon belangrijk voor je zijn. En dat kan ook als invaller zijn. Hè? Denk ik wel. Want ik denk ook als tegenstander, is het niet lekker als hij erin komt de laatste 20 minuten. Dus je moet met hem aan de slag en je moet met hem bezig zijn om hem ook beter proberen te maken. En dat is gewoon bij Volendam vanaf dag 1 is dat eigenlijk al. Want hij heeft bij Volendam best wel momenten is hij ook ingevallen. Zeker. En dan straalde hij ook 0,0 zeker, uit. Zeker. Je zag hem ook af en toe dat je dacht van, ja zeker, dat je dacht of ook wel eens dat hij in de basis stond. Dat je nou, Henk, die was er vandaag even niet. Hey. En maar wat goed, is dat dan toch? Is dat puur en alleen omdat ze hem zeg maar niet drie keer per dag of niet boven op zijn flikken zitten van hey. Maar hij heeft het zelfs als bij Den Haag. Weet je, hij heeft ook wel eens dagen wedstrijden bij Den Haag of periodes in een wedstrijd dat je kijkt. Maar ik zie toch wel weer een beetje Henk Veerman Heerenveen bij ADO. Anders had hij natuurlijk ook al op een hoger niveau gespeeld. Maar de kwaliteiten die hij uiteindelijk heeft, die als je nu bij Volendam voorin kijkt, daar lopen allemaal jongens van 19 ventjes. Morgen hebben ze volgens mij weer blessures en dan staan er weer allemaal jongens van 18, 19 in. En dan laat je Van Michem en Veerman, beide in de 30, ervaren jongens, bewezen doelpunten te kunnen maken. Ja, die laat je zo makkelijk gaan. En daar liggen dan andere dingen aan ten grondslag, dat ze dus niet met die jongens kunnen omgaan. En kijk, als je twee hele goede anderen weet te halen als club, dan zeg je nou, goed gedaan, doorgeselecteerd. Cool. Ja. Jongens, even die goal van Veerman. Je kent hem al vrij lang. Maar eerst die goal van Veerman even bijpakken. Zit hij in zijn persoonlijke top 3, denk jij? Deze stift deluxe? Hij zei na afloop, ik weet niet of het mijn mooiste is, maar... Ik vond hem wel heel mooi, hoor. Ja. Het was echt een wereldgoal. Ja, toch? En misschien wel... Ik kan niet al die KKD-goals, keukenkampioen, de visie-goals nu even voor de geest halen. Maar dit wordt een van de mooiste doelpunten van het seizoen. Ja. Dit is zo'n mooi doelpunt. Een klassieke stift die een beetje deed denken aan de goal van Cantona ooit in 1996. Cantona. United tegen Sunderland. Gullit, jongere kijkers, zoek hem Pavlidis op. Pavlidis vorige week. Ook een keer vanaf rand 16 meter in zijn PSV-tijd. In zijn PSV met zijn armen wijd. Ja, het was technisch heel mooi. Heel mooi. Hij gebruikte het effect een beetje van zijn aanname, want dat draaide een beetje naar buiten toe. Maar even gezien hoe hij juichte. Ja, dat was echt. Alsof het op alsof hij de 6-1 had ingetikt. Ja,